Dit is Omroep Voeren. Ik ben Toby Warnier. Welkom in de Voorstreek, waar meer gebeurt dan je op het eerste gezicht zou denken. Deze week was het hier bijzonder koud en de lokale brandweer krijgt dan extra veel oproepen. Ja, inderdaad. Geregeld krijgen we oproepen voor branden in het Commandrieshof. The roof is on fire. Gelukkig is dit niet wat het lijkt. Voorbijkomende wandelaars die denken dat de schuur in brand staat en bellen dan ook de brandweer. Maar wat ze niet weten is dat hier artisanale siroop gemaakt wordt en de damp die ze zien, dat is gewoon waterdamp. Waar rook is, is dus niet altijd vuur. De stem van de streek. Omroep Voeren. Er bestaat sinds kort veel onduidelijkheid over de snelheidslimiet op de N608. Goedemorgen mevrouw. Weet u hoe snel u hier mag rijden? 70. Is iets een rage van? Nonant. 70. 70. Nonant. Nonant. 70. Er zijn verschillende meningen en toch heeft iedereen gelijk. Deze weg loopt afwisselend over Vlaams en Waals grondgebied. In Vlaanderen mag je 70 per uur, in Wallonië mag je 90 per uur. Alleen voor de bestuurders is dat moeilijk zichtbaar, want het is nergens aangegeven of je nu in Vlaanderen of in Wallonië bent. Moet de politie dan niet wat soepeler zijn bij de flitscontroles? Dat kunnen we helaas niet maken voor de verkeersveiligheid. Maar bij twijfel kan je misschien best 70 per uur aanhouden, dan ben je altijd safe. Omroep Voeren. Plantkundige Willy Duizens is druk bezig met het stekken van een kastanjeboom. Het is mijn bedoeling om uit deze oude kastanjeboom een nieuwe te laten groeien van hetzelfde soort. Maar het gaat niet over een gewone boom, wel over een stuk Voerens erfgoed. Dit is de nagelboom. Vroeger, als men tandpijn had, dan nam men een nagel, een spijker, en dan vroette men in die tand. En dan kwam die pijn vrij en dan met die nagel klopte ze die pijn in die nagelboom. En dan werd die pijn overgenomen door die boom. Maar tegenwoordig heeft de boom zelf pijn. Ja, men heeft zoveel nagels in die boom geklopt dat die boom is gaan rotten. En daarom ga ik deze uitzonderlijke boom redden door hem te stekken. Tot zover het nieuws uit Voeren. Tot ziens. Omroep Voeren. Fijn weekend.